Bon dia a tothom! Vandaag zijn we in Santa Eulalia. Santa Eulalia? Dat is heel erg dichtbij, eigenlijk bij San Pedro Pescador. En we gaan nu eventjes een wandeling maken. Ik ben hier een tijd geleden geweest. En toen had ik een hele mooie rivier gevonden. Maar ik wilde eigenlijk weer weten waar die was. Dus we gaan op zoek. En zoals jullie zien zijn de kinderen ook mee. Ja. En ze hebben er echt heel veel zin in. Toch? Jullie hebben er zin in, hè? Party! De hond bijt. Oké, we zijn nu aangekomen in Palau. Santa Eulalia. En net waren we in Santa Eulalia. Ja. Het ziet er ook super schattig uit. We zijn nu aan het wandelen in het bos op zoek naar wilde asperges. En ik heb er al 3. Zo gemeen. Ik heb trek in asperges. En wie pakt het? Anjoske. Weet je, als je die groene asperges eet, dat je plas echt verschrikkelijk gaat ruiken? Ja, dat weet ik. Het is We hebben er 1.
grote. We hebben dus een spelletje gedaan wie de meeste asperges kon vinden. En we gaan ze nu tellen. We beginnen bij Anoushka. Ik heb er in totaal 5. En nu Luca. Luca, hoeveel heb je er? 1. Kijk hoe leuk. We zijn aangekomen bij de auto en dat was eigenlijk best wel leuk. Ja, leuk 2 uurtjes. Het zijn 2 hele kleine dorpjes waar we hebben gewandeld en dat hebben we dus gecombineerd met asperges knippen of zoeken. En uiteindelijk zijn we zelfs paardjes tegengekomen, geitjes, kipjes, ganzen. Ja. Dus het was eigenlijk wel leuk, ja. Toch? Ja. Nou, tot ziens! Adeel.